Welkom op deze videoles van de Uniso Online Ondernemersacademie in samenwerking met Proximus. Een videoles waarin ik u ga leren hoe u een website opzet. Nu stel u gerust, ik ga u niet leren programmeren. Wat we wel gaan bespreken is wat er nodig is om een website op te zetten. Uh, welke stappen moeten gezet worden? Hoe u er precies aan begint? Uh, wie u kan helpen? Welke leveranciers op de markt? er op de markt zijn die je kunnen helpen bij het opzetten van een site. En ik ga je toch ook een antwoordje proberen te geven op de vraag hoeveel kost een website nu eigenlijk? Nu, laten we eerst eens beginnen bij het begin. Een vraag die ik wel regelmatig krijg is Lieven, heb ik eigenlijk nog wel een website nodig? Bijvoorbeeld, we hebben een Facebookpagina voor de onderneming. Is er dan nog een site nodig? Ik heb hier een voorbeeld van een onderneming, Vlaamse KMO, Ewenhout. Zij zijn houtleverancier. Oud hout, hout die ze ergens gaan opkopen in oude schuren, opknappen en dan verkoop. En dit is hun Facebookpagina. Facebookpagina die boordevol foto's staat, een aantal video's staat, een aantal realisaties bevat. Dus eigenlijk wel een goed uitgewerkte, regelmatig geüpdate Facebookpagina. Als we dan naar hun website gaan, dan ziet men ook weer grote foto's. Maar wel een bepaalde structuur, in een bepaalde structuur opgezet, met kleuren die specifiek zijn aan de onderneming Eeuwenhout. En we zien bijvoorbeeld ook weer hun realisaties, hier ingedeeld per type realisatie. We zien welke producten, welke types hout ze aanbieden. Dat allemaal vindt men terug op die website. We kan hun verhaal nalezen en er is een contactfiche om met hun snel contact op te nemen. Als we die twee zaken eens gaan vergelijken, en ik vind dit voorbeeldje eigenlijk niet slecht. Oké, okay, een Facebook-pagina ten opzichte van een website, en deze Facebook-pagina ten opzichte van deze website, ja, dan zijn er een aantal voordelen aan het hebben van een website. Eigenlijk vind ik wel dat een website uw onderneming een professioneel imago geeft, het straalt ook uw persoonlijkheid uit. Um, een website is ook opgebouwd volgens uw structuur, uw bepaalde indeling, niet een Facebook-platform. Um, en. U kan natuurlijk, dat is ook zo op sociale media, alle vormen van inhoud gebruiken. Niet enkel tekst, maar ook video, foto en zelfs interactie. En dat laatste is misschien al iets moeilijker bij een uh, sociaal media platform. Nu nog een belangrijke reden om een website op te zetten zijn de zoekrobots. De zoekrobots zoals Google. Stel u zelf eerst de vraag: als u naar een onderneming zoekt, als u naar een product zoekt, als u naar een dienst zoekt, als u een antwoord zoekt op een vraag, wat gebruikt u dan? Juist of niet? Een zoekrobot zoals Google. Wel, als u daarin wil gevonden worden op meer dan enkel uw naam, dan is het toch ook wel een voordeel om een website te hebben. Een website is in zijn geheel, niet enkel de homepagina op de naam, maar in zijn geheel met de onderliggende pagina's, beter en gemakkelijker vindbaar in de zoekrobots. Waar er voordelen zijn, zijn er ook nadelen. Aandachtspunt. Een aandachtspunt is: een site vraagt uh, onderhoud. En opvolging, misschien zelfs toch nog iets meer dan sociale mediaplatformen. Die opvolging, onderhoud, ja, dat hebt u uiteraard niet bij het sociale mediaplatform. U moet niet instaan voor het onderhoud van de Facebook-software. Meestal vraagt een site toch ook wel een investering. We gaan straks verantwoord geven op de vraag hoeveel kost een website. Maar het is wel zo dat er toch wel bijna altijd een budgetje komt bij kijken bij het opzetten van een site. Maar zoals al gezegd, daar spreken we straks over. Nu, als we eens gaan kijken wat er nodig is om een site op te zetten, uh, dan is er in de eerste plaats inhoud nodig. Inhoud is de reden waarom mensen naar uw site komen. Inhoud is de reden waarom mensen naar uw site terugkomen. En als het heel sterke goede inhoud is, is het zelfs een reden voor mensen om over uw site te babbelen. Dus u hebt inhoud nodig. In tekstvorm, in uh, foto, in video, in alle mogelijke vormen. Die inhoud hebt u nodig. Dat is eigenlijk ja, een beetje de basis van uw website. En hier weer, bij ons voorbeeld van Evenad gaat het dus over video, in, uh, gaat het over uh, beelden, gaat het over tekst. Maar er is ook opmaak nodig. Uh, een layout. Uh, welke kleuren zal u gebruiken en een structuur. Uh, hoe is alles opgebouwd? Dat is ook nodig bij een, uh, bij een website. En natuurlijk kan u niet ja, gewoon de layout hebben en dan de, de inhoud of in een Word-document of in een Videofile of in een, of in een JPEG of een fotobestand. Nee, dat moet allemaal op een computer staan. En die computers in het web gebeuren, bij websitebetrekking noemt men servers. Dus u zal al uw inhoud, al uw layout, al uw informatie van uw website plaatst u op een computer. Die plaatst u extern. U gaat dat niet op uw kantoor doen of thuis doen, want als u dan uw computer afsluit, ja, dan is uw website niet bereikbaar. Dan moet u ook instaan voor de veiligheid. En het brengt nog een aantal problemen mee. Dus u zal eigenlijk het behuizen, de hosting van die website, waar die website komt te staan en hoe die is geconnecteerd met het web, zal u plaatsen op een server. Uh, en... De firma's, of de firma's die zorgen voor die hosting, zorgen ervoor dat uw website 99,9% minimum uh, bereikbaar is. Dat is die hostingdienstverlening. En... Tenzij je alle pagina's ja, afzonderlijk wil gaan maken, ja, dan heb je ook de software nodig om je website op te zetten en te onderhouden. Zo'n software noemt men een content management systeem. De afkorting daarvan is een CMS systeem. Dat zal ervoor zorgen dat u zonder dat u hoeft te programmeren uh, kan gaan uh, uw website beheren. Een heel bekend voorbeeld van een content management systeem is WordPress. WordPress is een software die moet, die moet gedownload worden, op een server worden geïnstalleerd. Uh, en eens die daar is geïnstalleerd, wordt die geconfigureerd en kan men beginnen met het uitbouwen van de website. Zijnde de layout gaan opzetten en de inhoud aan het platform gaan toevoegen. En het voordeel is: u hoeft totaal geen kennis te hebben van programmatie, van HTML of andere programmacodes. U kan eigenlijk op een heel vlotte, eenvoudige manier een toepassing zoals WordPress gebruiken. Een ander voorbeeldje, gekend voorbeeld ook, is Joomla. Joomla is ook een te downloaden software, stabiel systeem, gratis, net zoals WordPress te downloaden. En dat zorgt ervoor dat u zonder te hoeven moeten kunnen programmeren, uw website kan opzetten of een website kan laten opzetten en de inhoud eraan toevoegen. En dan een totaal ander principe van content management systeem. Het blijft een content management systeem, maar het gegeven is iets anders, de dienstverlening is iets anders, de software wordt ook op een andere manier aangeboden. Het is bijvoorbeeld Wix. Wix is een toepassing die in de cloud draait, online draait. Dus hier moet u niets downloaden. Hier moet u of uw websitebouwer niet bezig zijn met de beveiliging van uw Joomla of van uw WordPress. Hier moet u, u of uw websitebouwer ook niet bezig zijn met het updaten van die software om ervoor te zorgen dat die telkens uh, ja, up-to-date is. Bij een cloud-toepassing een cloud zoals Wix staat alles op een externe server, dus je hebt er ook de hosting bij. U gaat via een website, via uw browser, Chrome, Safari, Firefox, Explorer... Gaat u naar die website naartoe, u logt in met een gebruikersnaam en een paswoord en u begint eigenlijk uw website uit te bouwen, de layout en de inhoud. Dat is een cloud systeem. Dus hier hebt u eigenlijk een alles in één pakket. Er bestaan gratis toepassingen uh, van uh, cloud systemen, maar daar kan u dan meestal uw domeinnaam niet aan koppelen. Dus snel ziet u toch, als u iets of een professionele oplossing wil, dat u gaat richting betalende dienstverlening. Dat is wel een beetje een verschil. Uh, ten opzichte van Wordpress en Joomla, waar de software op zich gratis is. Hier hebt u hosting en uw software in één pakket, maar als u het professioneel wilt doen, betalend. Een ander, Cloud. Content Management Systeem is Shopify. Specifiek aan Shopify is: het is opgezet enkel en alleen om online shops uit te bouwen, e-commerce sites uit te bouwen. Dus als u naar Shopify gaat en u kiest daar een gebruikersnaam en een paswoord en u bent eenmaal ingelogd en u hebt de naam gekozen voor uw website, dan kan u eigenlijk geen gewone website beginnen uitbouwen, dan begint u een online shop uit te bouwen. Uh, dat zijn een paar Content Management Systemen, een paar voorbeelden van die zaak. Dus je hebt je inhoud nodig, de layout, de structuur, een hosting, een plaats waar de server staat, je content management systeem, je software om alles te beheren. En ja, om het eenvoudig bereikbaar te maken, om het gemakkelijk communiceerbaar te maken, is er ook een domeinnaam nodig. Ik ga terug naar het voorbeeldje van ewenhout. ewenhout.be is een domeinnaam. Het domein is ewenhout, de extensie is.be. Een paar tips bij dat domein als u daardoor die keuze goed moet maken. Eerst en vooral, iedereen kan een domein die nog vrij is registreren. Die registratie doet u bij een domeinagent. Dat zijn ondernemingen die erkend zijn door organisaties per land en ook wereldwijd om domeinnamen te kunnen verkopen. Uh, er zijn alle mogelijke firma's van kleine ondernemingen. Als je bij je websitebouwer gaat, zijn zij meestal ook wel domeinagent. En dan zijn er ook ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Proximus, die ook uh, domeinnamenregistratie uh, registratie uh, verzorgen. Dus u gaat bij een domeinagent uh, en uh, u vraagt, u kijkt of een domeinnaam nog vrij is. Is die nog vrij? Dan kan u die, die, die registreren. Registreren is een proces per jaar. Dus u betaalt jaarlijks. Jaarlijkse registratiekosten stopt u met te betalen. Geen probleem, maar dan een drie maanden na het vervallen van uw domein komt u terug op de markt beschikbaar en kan iedereen die registreren. Als u starter bent, kan u gerust nu al uw domeinnaam registreren. Ook al bent u nog niet volledig opgestart. Zo hebt u hem in elk geval al, en bent u zeker dat die van u is. Een vraag die ik vaak krijg is: welke extensie is het meest geschikt?be, of.com of bijvoorbeeld.eu. Of bijvoorbeeld Wel, daar is het eenvoudig. Neem, tracht, als ik het zo mag zeggen, de extensie te nemen die overeenkomt met uw doelgroep. Dus werkt u voornamelijk naar België, neem dan een .be-domein. Als u echt internationaal gaat, maar daarmee bedoel ik toch wel iets breder dan bijvoorbeeld Vlaanderen en Nederland, maar echt als u zegt, ja, Europa of de wereld is mijn, is mijn, is mijn doelgroep, dan zou ik kiezen voor een uh, .com-domein. Dus kies de extensie van het land of van de regio waarin uw doelgroep actief is. En houd het eenvoudig bij uw domein aan. Uh, u kan cijfers gebruiken, u kan een koppelteken gebruiken en dat is geen ramp als dat zo is, maar het is toch wel iets gemakkelijker voor mensen om het te vinden en te gebruiken als het in één woord is zonder cijfers en zonder uh, koppeltekens. Dus kies een goede domeinnaam. Meestal gaat men voor de domeinnaam die de naam van de firma voorstelt. Dat zorgt ook weer op die naam van die firma voor wat extra vindbaarheid in Google. Wat moet er nu gebeuren om een website op te, op te zetten? Welke zijn de stappen die moeten gezet worden om een site op te zetten? Nu speciaal voor de videoles hebben we een uh, stappenplan gemaakt, een stappenplan uitgewerkt die een overzicht geeft van alle stappen die moeten gebeuren om een website op te zetten. En dat zijn er toch uh, heel wat. Nu als we het terugbrengen tot de basis, dan zijn er eigenlijk vier grote stappen. De eerste stap is het uitwerken van het concept van uw website. Nadenken over het concept van uw website. Uh, wie is uw doelgroep? Wat is uw doelstelling? Wat wil u bereiken met uw site? Wil u een site waar, waar men op verkoopt? Wil men een site waar u uh, gewoon contact wil of mensen naar, de winkel wil, naar een winkel wil lokken, waar er zaken moeten gedownload worden? Uh, dat hoort allemaal bij het opzetten van het concept van uw site. Uh, dat is stap 1. Volgende stap is het uitwerken van de structuur en van de layout van de site. Met de structuur bedoel ik welke onderdelen er in uw site zitten, welke navigatieonderdelen er in uw site zitten. Met de layout wordt bedoeld de kleuren, de opmaak, de vormgeving. En iets wat u eigenlijk zo snel mogelijk best start, is het uitwerken van de inhoud. Uh, teksten schrijven, foto's maken, eventueel video's gaan maken die u dan in uw content management systemen zal invoeren. En die de inhoud uitmaken van uw website. Eigenlijk is dat het grootste werk: het uitwerken van uw uh, inhoud. Hou rekening ook mee dat u teksten en u moet eigenlijk tekst gebruiken, alleen al voor de zoekrobots, wel dat die teksten niet enkel schermvriendelijk moeten zijn, gemakkelijk scanbaar, met paragraaftitels en onderdelen, maar ook zoekmachinevriendelijk moeten zijn. Houd daar rekening, bij het opzetten, rekening mee bij het opzetten van uw inhoud, bij het uitwerken van uw teksten. En als u zegt ja, ik wil het zelf doen, die zaken. Ik wil zelf aan die zoekmachineoptimalisatie werken, dan geef ik u toch het advies als dat momenteel niet in uw competentiepakket zit om een opleiding te gaan volgen: zoekmachine optimalisatie uh, of iets vergelijkbaar. En dan de ontwikkeling. Ik ga er straks nog eventjes op terugkomen, die kan u uitbesteden of ook zelf doen. Maar de ontwikkeling van uw site is het opzetten van het platform, het configureren van het platform, de layout er gaan opzetten, ervoor zorgen dat alle functies er eigenlijk in zitten. Uh, dat is natuurlijk ook een heel belangrijke stap, maar dat kan parallel gebeuren bij het opzetten van uw site. Nu, ik heb al een paar keer het woord websitebouwer gezegd, dan is het interessant om te weten wie kan u nu helpen bij het uitbouwen van de site. Eigenlijk is de vraag een beetje ja, wat gaat u zelf doen en wat zal u uitbesteden. Die vraag wordt natuurlijk heel sterk beïnvloed door het, uw beschikbaar budget. Als uw beschikbaar budget voor uw website, voor het opzetten van uw website, niet te hoog is, ik zal u straks wat bedragen geven, ja, dan gaat u toch wel beter voor eigen oplossingen of oplossingen die uh, maandelijks een bedrag vragen, maar ervoor zorgen dat alles haalbaar en betaalbaar blijft. En dat u toch een professionele site hebt. Anderzijds kan u ook zeggen, ja, ik ga alles uitbesteden. Zo kan ik mijn tijd besteden aan andere zaken. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Laten we eens terugkeren om te kijken wie wat doet naar het stappenplan die we daarnet hebben opge opgezet. Eigenlijk met content management systemen zoals WordPress, Joomla, Wix. Ja, zoals ik al zei, kan u zonder te programmeren zelf een site opzetten. Dus dat zou u zelf kunnen doen. Maar dat moet u dan ook zelf doen. Het opzetten van het platform, het uitwerken van de inhoud, het uitwerken van de structuur, het ontwerpen, de layout toepassen, het testen. Dat moet u alles eigenlijk zelf gaan doen. En als u daarvoor kiest om uw inhoud zelf uit te werken en ook zoekmachinevriendelijk te gaan maken, ja, dan moet u ook rekenen dat u ook dat moet doen en ook dat moet kunnen. Er worden op verschillende plaatsen uh, korte, interessante, praktische opleidingen gegeven om zoekmachinevriendelijke inhoud te gaan maken. Nu, als u werkt met een content management systeem zoals Shopify of uh, bijvoorbeeld Wix, dan is het niet nodig om te gaan opzetten, om te gaan updaten, om te gaan beveiligen. Eén keer de site er is, zoals ik u al een paar keer nu ondertussen gezegd heb, dan kan u gewoon naar het cloud platform gaan, inloggen en staat alles klaar en kan u zich concentreren op het toevoegen van de inhoud en het opzetten van de layout. Dat is natuurlijk ook wel een optie. En als u werkt met een websitebouwer, ja, die gaan u helpen bij het opzetten van het platform, de keuze van het platform. Die gaan u begeleiden bij het uitwerken van de structuur, die zullen u zeker en vast ook tips geven met betrekking tot de inhoud van uw site. En die gaan ook uw layout voor u helpen, helpen opmaken. Eventueel, dat is meestal een optie. Standaard is dat, wordt dat meestal niet zomaar voorzien. Dat is een vraag van u. Kan uw websitebouwer u zelfs helpen bij het uitwerken van uw inhoud, het schrijven van uw tekst en het maken van uw foto's, maar ook bij het zoekmachinevriendelijk maken van uw inhoud? Dus dat kan u uitbesteden. Natuurlijk hebben die zaken een beetje een prijs. En als u op zoek zou zijn naar een websitebouwer, weet dan dat vweb.be de website is van de beroepsorganisatie van de websitebouwers. U vindt er daar een paar honderden die u kunnen helpen specifiek bij uw vraag, bij uw toepassing, een online shop of iets anders. Nu is er nog één vraag die moet beantwoord worden: hoeveel kost een website eigenlijk? Wel, dat is ook een heel algemeen antwoord. En ik heb hier een beetje een grafiek opgesteld om het toch iets of wat uh, te kunnen duiden. Als u alles zelf doet met een content management systeem zoals WordPress of Joomla of voor e-commerce PrestaShop of Magento. Als u zegt u zet het op, u kiest het platform, u werkt de structuur uit, u werkt de layout uit. Ja, eigenlijk wat u dan enkel nodig hebt en wat enkel betalend is, is uw hosting en uw domeinnaam. En dat start al vanaf een bedrag van 200 euro uh, per jaar. Als u gaat richting cloud systemen zoals Wix of zoals ik al een paar keer heb gezegd Shopify, ja dan hebt u een all-in pakket, dan zit uw hosting daarin en dat kan ook al vanaf een, ja, 200 euro per jaar, maar het kan dan wel stijgen. Bijvoorbeeld een systeem zoals Shopify vraagt al een 300 euro per jaar minstens investering. Uh, ook een E-commerce Cloud Content Management Systeem is Lightspeed. Daar heeft men dan heel wat extra services, in, maar zit men al aan een 600 euro per jaar. Maar zij zorgen dan ja, bij die cloud-systemen, wat ik ook al gezegd heb: het platform, de layout, de beveiliging, de updates. Eén keer als de site er is. U betaalt natuurlijk ook de dienstverlening voor uh, al die zaken eens de site gelanceerd is. Op het ogenblik dat u gaat werken met maatwerk bij een websitebouwer, ja, dan moet u rekenen dat een websitebouwer toch wel gemakkelijk aan budgetten zit van 500 euro per dag. En het aantal dagen die zij voor u moeten programmeren, heeft dan een impact op uw totaalbudget. Om u toch een richting te geven, u kan toch wel al een site opzetten via een websitebouwer. Dat zal dan wel een iets kleinere site zijn, maar goed beginnen met iets professioneel vanaf 1000 euro. En dat is dan niet meer per jaar. Dat is dan voor het eerste jaar. Andere aanpassingen, ja, dat is dan opnieuw op offerte en die komen dan later. Ik heb nog twee tips. De eerste is, werk stap voor stap bij het opzetten van uw site. Het is oké okay als u bijvoorbeeld lanceert met een kleinere site en die dan laat uitbouwen, maar stel het niet uit. Werk stap voor stap. Een site kan, mag, en ik zal zelf zeggen, moet groeien. Dus profiteer ervan. Een tweede tip is dat er op de Online Ondernemersacademie nog heel wat andere video's beschikbaar zijn. Masterclasses, maar ook videolessen. En er is bijvoorbeeld een videoles waar ik zeven tips geef om van bij de start van uw website er echt een succes van te maken. Dus misschien ook wel eens interessant om die zaken te bekijken. Dan bedank ik u om deze videoles mee te volgen en misschien tot op een volgende videoles. Een andere KMO-vriendelijke oplossing om met ondersteuning van een expert een website op te zetten is de Proximus Business Booster. Het Proximus Business Booster aanbod is een pakket aan digitale oplossingen en een van de aangeboden diensten is het opzetten van een website. De Proximus Business Booster website wordt op maat van je onderneming uitgewerkt. Om financiële verrassingen te vermijden wordt de Proximus Business Booster aangeboden aan een vast maandelijks bedrag. Er zijn verschillende prijsformules afhankelijk van je noden. Elke Proximus Business Booster website is mobielvriendelijk, heeft een duidelijke structuur, is zoekmachinevriendelijk en wordt opgezet door een expert. Er zijn oplossingen voor ondernemingen en starters uit alle sectoren. Voor bedrijven uit de horeca, de kleinhandel, de beautysector, de bouw. In de gezondheidssector werden sectoroplossingen uitgewerkt. Het opzetten van de Proximus Business Booster website verloopt steeds volgens een vast stappenplan. Onder begeleiding van een coach worden je doelstellingen en voorkeuren bepaald. Dan wordt de textuele en visuele inhoud verzameld door de coach en wordt een op maat website uitgewerkt in overeenstemming met je huisstijl. Via e-mail ontvang je dan een link met een testversie van de site waarop feedback kan worden gegeven. Wanneer de site er jou is goedgekeurd, wordt die gelanceerd met jouw domeinnaam. En op regelmatige tijdstippen zal je coach dan met jou samen zitten om te kijken hoe de site nog kan worden versterkt. De samenwerking en begeleiding stopt dus niet op het ogenblik van de aflevering van de site. En het is net die combinatie van maatwerk en blijvende professionele ondersteuning door een coach die van de Proximus Business Booster website een unieke oplossing maakt. Wie wil kan extra functionaliteiten toevoegen aan de site, Zo is er bijvoorbeeld een systeem beschikbaar om boekingen en reservaties op te nemen. En ook een meertalige site is een optie. Wie online wil verkopen die kan inschrijven op de Proximus Business Booster webshop oplossing. Daarbij wordt een volledige online shop uitgewerkt met veilige betaalmiddelen. En ook de integratie met een Facebook- en Instagram-store wordt meegenomen. Het volledige Proximus Business Booster-aanbod bestaat uit vier combineerbare diensten. Er is dus de website-oplossing en de webshop-oplossing, maar er is ook de visibility-booster en de advertising-booster. De Visibility Booster helpt je om op te vallen en bereikbaar te zijn op digitale platformen zoals Waze, Google Maps, Facebook en Instagram. En voor wie dit wil is er ook gespecialiseerde ondersteuning bij zoekmachine optimalisatie of SEO. Daarmee scoor je beter in de resultaten van de zoekrobot Google. Met de Visibility Booster ben je dus zichtbaar op alle online kanalen waarop ook je doelgroep actief is. De Advertising Booster is er voor wie een reclamecampagne wil opzetten bij Google of Facebook. Met zo'n campagne bereik je snel en zeer gericht een nieuw publiek, potentiële klanten met andere woorden. Ook bij de Advertising Booster zal een gecertificeerde coach jou helpen om een sterke return te halen op je investeringen in promotie. De Proximus Business Booster is dus een heel volledige betaalbare oplossing om je zaak succesvol online uit te bouwen. Voor elk type onderneming uit eender welke sector. Ga naar proximus.be slash businessbooster voor een gratis demo. Er is ook een gratis audit van je bestaande online aanwezigheid. Na het invullen van een formulier krijg je direct feedback over hoe jij vandaag scoort op sociale media en in de zoekmachines. En er is ook advies over hoe je online zichtbaarder kunt worden en nieuwe klanten kan aantrekken.